Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongedeeld. En dit keer over eigenlijk twee boeken, namelijk 17 en Homo Sexualis van Kenzaburo U. Excuses als ik de naam verkeerd heb uitgesproken. Mijn Japans is niet ontzettend sterk. Maar, Japanse schrijver. Twee boeken, 17 en Homo Sexualis. Ik werd getipt op deze boeken eigenlijk door een interview, maar een recensie in het NRC. En het NRC had twee boeken hadden ze besproken. Dit boek en nog een ander boek. En ze hadden deze twee boeken besproken eigenlijk om twee verschillende redenen. Dit boek gaat in op de radicalisering van extreemrechtse jongeren in Japan. En het andere boek ging in op de extreem linkse radicalisering in Japan. Tenminste, van jongeren dan. En ik vond dat ontzettend interessant, omdat het zich afspeelt in, Japan na de Tweede Wereldoorlog. Dus vanaf 1945 tot ongeveer 1950, 1955, zo ongeveer. In die tijdspanne speelt het zich dus af. Beide boeken. En ik heb eerst dit boek eigenlijk af kunnen tikken. En ik wilde eigenlijk er een combinatie van maken om ze allebei te bespreken. Maar ik ben nog niet het andere boek toegekomen. En ik wil eigenlijk de Russische klassiekers eerst af gaan tikken. Maar deze vond ik toch bijzonder interessant en daarom wilde ik hem alvast bespreken. Maar wees gerust, er komt ook kritiek op de linkse fanaat, om het zo te zeggen. Maar dit boek, waar komt het vandaan? Nou, het is eigenlijk een ontzettend aparte gebeurtenis. En dan moet ik heel veel spieken, want anders dan geef je de details verkeerd. Ja, 1960. Het start dus in 1960. En in 1960 gebeurt er iets verkeerd in Japan. Wat gebeurt er? Er is een extreem rechtse jonge man, maar dan ook echt ultra-rechts. Hij wordt ook wel beschreven als ultra-nationalistisch. Die komt het podium op van een socialistische toespraak in Japan. En hij loopt naar de voorman die op dat moment een presentatie aan het geven is. En hij steekt hem met een klassiek, traditioneel samurai-zwaard, steekt hem door de buik heen en doodt daarmee deze socialist. Uiteindelijk loopt het zo dat deze jonge man, die wordt opgepakt, die wordt de cel ingebracht. Hij zit daar voor een paar weken en dan schrijft hij op de muur zijn soort van laatste woorden, om het zo te zeggen. Hij eert nogmaals de keizer en hij beëindigt vervolgens zijn leven. En deze gebeurtenis heeft een ontzettend grote impact gehad op Kenzaburo U. En heeft hem daarom ook geïnspireerd om het eerste verhaal 17 te schrijven. Dus wat gebeurt er in 17? In 17 volgen wij eigenlijk in de eerste paar hoofdstukken het radicaliserende proces van deze jongen. Dus hoe hij als het ware van simpele jonge man die een beetje gepest wordt op school, die zich een beetje onzeker voelt in zijn vel, die het niet zo goed kan hebben met de meiden, die uiteindelijk tijdens het hardlopen in zijn broek plast en uitgelachen wordt, op een gegeven moment bij een toespraak terechtkomt van een aantal ultrarechtse mensen. En dan een soort van zichzelf wapent, zo wordt het ook beschreven. Hij trekt als het ware het extreemrechtse harnas aan. Hij heeft zoiets van, dit is wie ik ben. Dit is wat bij mij past. En dit is de kant die ik op moet. Wordt ook ontzettend mooi beschreven in het boek. Maar hij neemt dus het rechtse harnas neemt hij op zich, om het zo te zeggen. En dit wordt dan gecombineerd, dus deze radicalisering wordt gecombineerd met seksualiteit. En dat is wel een voorwoord, om het zo te zeggen, bij dit boek. Ik voelde mezelf enigszins gênant om dit te lezen in de bus, omdat ik toch wel af en toe bang was dat mensen meelazen. Het is not safe for work, om het zo te zeggen. Er zitten af en toe scènes in dat je denkt, als iemand nu meeleest, dan worden er vragen gesteld bij wat ik aan het lezen ben. Maar het is wel een belangrijk begrip, want volgens U speelt seksualiteit en vooral en voornamelijk seksuele frustratie een enorm belangrijke rol bij radicalisering aan de rechterflank. Ik weet niet of deze radicalisering ook zich afspeelt, of tenminste deze seksuele frustratie er ook is aan de linkerflank. Daar ga ik bij de andere boeken uitkomen en achterkomen, hopelijk. Maar hij stelt in ieder geval dat seksuele frustratie een belangrijke rol speelt aan de rechterflank. En hij benoemt dit onder andere doordat bijvoorbeeld deze jonge man die wij volgen, 17 wordt hij genoemd in het boek. Onder andere ook omdat hij 17 wordt op het moment dat wij dit boek starten. Haalt eigenlijk heel veel, genot zou ik willen zeggen. Sowieso genot. Maar ook plezier en ook een soort trots als hij masturbeert.
En op het moment dat hij dan daarmee klaar is, voelt hij ook een soort schaamte, een soort pijn, alsof hij eigenlijk niks meer waard is. En dit is ook een soort van complex waar hij mee loopt, wat uiteindelijk opgelost wordt als hij rechts wordt. Dan heeft hij het soort van het gevoel van, oké, maar nu ben ik meer. Nu ben ik echt. Nu ben ik mijn eigen. Ik sta boven de anderen, want ik ben rechts. Om het zo te zeggen. Hij wordt, nou ja, hij radicaliseert dus. En over tijd volgen wij dan. En het eerste deel is dan zeer fictioneel. Dat heeft Oe dan zelf ingevuld. Onder andere met seksuele frustratie. Maar over tijd worden wij dus meegenomen naar uiteindelijk de moord op deze socialistische partijleider. En als je wil, kan je dit zelfs opzoeken op internet, op YouTube. Je kan het boek naast de video leggen. En je kan zo kan je gewoon volgen hoe het beschrijft. En je kan het gewoon zien op de video. Daarin is het echt een perfecte beschrijving. En ben ik ook van mening dat hierin is de schrijver ontzettend objectief geweest. Dus dat is ontzettend boeiend, vind ik. Nou ja, en uiteindelijk volgen wij dan ook hoe deze jongen zelfmoord pleegt. Dus we volgen eigenlijk het complete leven van deze radicaliserende jonge man. Wat dan ja, een samenspeling is van zowel fictie als een soort biografie. En dat vond ik echt een ontzettend interessant stuk om te lezen. Ik heb voor mijn studie de laatste tijd heb ik ook bijvoorbeeld een aantal fora's moeten lezen van onder andere Stormfront. Dus dat is een website waar dan wat gezien wordt als een extreemrechts fora. We hebben ook ons bezig gehouden met incels. Dus dat zijn de jonge mannen die onvrijwillig. Hoe zeg je dat? Ze zijn onvrijwillig seksueel niet actief. Het is een kleine subgroep op het internet. Maar ze zijn onvrijwillig niet seksueel actief. En daarmee hebben ze een enorme frustratie opgebouwd richting de vrouw. Vaak ook een boosheid. Vaak ook een soort haat richting vrouwen. En dat uit ze dan in dat soort subgroepen. En daaruit zijn ook al een aantal aanslagen gekomen. En deze fora's zitten soms wel eens gelinkt aan het nogal extreem rechtse gedachtegoed. Dus dat vond ik ook wel bijzonder interessant om te zien. Of in ieder geval vanuit mijn studie. Om dan dit weer terug te zien komen in dit boek. En ook wel te zien dat het dus, nou ja, in die zin een wereldwijd fenomeen is. Dus het is niet zozeer een Europees fenomeen met extreem rechtse jongeren. Maar het is een wereldwijd fenomeen. Dus dat vond ik wel boeiend. Waar wilde ik in doorgaan? Dat is eigenlijk het tweede verhaal. En dat is dan homoseksualis. En wat ik hieruit moest halen, ik vond dit verhaal iets minder pakkend. Ik heb het met plezier gelezen. Het was een verhaal over een groep jongeren die trekken in een hutje. Nou, in dat hutje gebeuren allemaal dingen, dat willen we eigenlijk niet weten. Ik zal de details hier besparen, want anders mag ik de video eigenlijk ook niet meer uitzenden. maar het is ook not safe for work, om het zo te zeggen. En op een gegeven moment volgen wij dit karakter, maar het maakt een hele plotselinge sprong van deze groep jongeren, of nou ja, volwassenen jongeren, in dat huisje, naar eigenlijk één, de hoofdpersoon, J heet hij, gewoon alleen J, die dan zijn leven verder heeft opgepakt in de grote stad. En het eerste deel is eigenlijk voornamelijk, hoe zou je het willen noemen, een tenietdoening aan bepaalde normen en waarden. Dus in die zin, ze leven voor de dag, ze leven voor het nu, ze leven aan de alcohol, ze leven aan het genot van elkaar. En dat is het eigenlijk. Er is niet echt een bepaald doel in het leven. Het tweede deel gaat meer in op het concept wat in Japan ook wel ontzettend bekend is. Dus mannen die vrouwen aanranden in de metro's. Ik heb begrepen dat intussen in Japan er een aparte metro is voor dames en treinen, als ik het goed heb. Zodat ze, nou ja, veilig kunnen reizen. Maar toentertijd was het blijkbaar ook al een fenomeen dat mannen vrouwen aanranden in de trein of de metro. En Oe heeft hier dan over geschreven en heeft dan in het tweede deel van dus homoseksualis het proces beschreven van deze man die dan eigenlijk verschillende, die een soort team heeft opgericht met een andere man om dan, ze noemen het zelf perverselingen, perverts in het Engels. Ik durf even niet te zeggen wat het in het Nederlands is, maar om hen te beschermen. Ze zijn een soort van team geworden dat ze vrouwen kunnen aanranden, aan ze kunnen zitten.
Maar dat ze elkaar als het ware in de gaten houden, zodat ze niet te ver gaan, niet opgepakt hoeven te worden. Nou, wat we op dat moment volgen is dat dit team ziet een nieuwe jongeman. Ze nemen deze nieuwe jongeman onder zijn hoede. Deze nieuwe jongeman heeft eigenlijk ook geen doel. Hij is al een tijdje is hij nogal seksueel gefrustreerd. Hij kan dit niet echt uiten. En dat eindigt uiteindelijk met hij die op een soort heldhaftige manier zelfmoord pleegt. En hoe dan op een heldhaftige manier? Nou, hij pleegt zelfmoord door eerst een meisje mee te lokken. Haar als het ware op de rails te zetten. En dan vervolgens dat meisje in bescherming nemen bij de rails. En dan zelf te sterven door de trein die aankomt rijden. Het is een heel apart proces. Maar zo kan hij als het ware met een goed gevoel sterven. En niet met het label als pervert. Dus dat was, ik vond dat een heel apart verhaal. En dan volgen we na een tijdje volgen we dan J. En bij J komen we erachter dat hij bepaalde homoseksuele gevoelens heeft die hij eigenlijk niet kan uiten. Hij schaamt daar zich deels voor. En hij weet dan ook niet hoe hij zich moet opstellen tegenover zijn vrouw. En ik snapte persoonlijk niet precies hoe dat dan samenhing met zijn perverse gedrag. In de zin dat hij dat pervers gedrag is gaan uitvoeren. Ik denk dat hij daar een soort genot uit is gaan halen. Of misschien is het een manier om te compenseren met de homoseksuele gevoelens. Dat hij zich daarvoor schaamt en dat hij het dan maar uit in dat perverse gedrag. Ik snapte niet precies waar de schrijver naartoe wilde, om het zo te zeggen. Maar we volgen Jeda nog een tijdje. En we komen er dan achter dat hij homoseksuele gevoelens heeft die hij onderdrukt. Dat hij zich daarom niet echt kan uiten naar zijn vrouw. Zijn vrouw gaat uiteindelijk vreemd met een andere man. En hij komt erachter en hij denkt, nou ja, het is goed. Hij scheidt van zijn vrouw. En op het laatste, dan heeft hij ineens de behoefte om weer een trein in te stappen. En weer een vrouw aan te randen. Hij doet dat. Hij stapt de trein in. Hij valt een vrouw lastig. En hij komt dan op een gegeven moment op het moment van orgasme. En dat is eigenlijk te ver. Want op het moment dat iemand tot een orgasme komt, dan is eigenlijk al, dan valt het niet meer te ontkennen als het ware wat er zich heeft afgespeeld. En dan is het al vrij snel dat iemand wordt opgepakt. En daar eindigt het boek mee. Dus ik vond het ontzettend, voor mij persoonlijk een zeer onduidelijk verhaal. En dat ik niet precies wist wat ik hieruit moest halen. Dus homoseksualis was voor mij een heel apart, verhaal. Daarbij, 17 was wel ontzettend, ontzettend mooi en ontzettend interessant. Persoonlijk, dat moet ik nog even meegeven. Kijk, ik weet niet of deze link er is met rechtse jongeren en seksuele frustratie. Ik vind het boeiend om inderdaad te zien dat ik deels een soort van link heb kunnen zien binnen mijn studie. Maar ik weet het niet. En daarom ben ik ook ontzettend benieuwd als er mensen zijn die nog bijvoorbeeld ook boeken hebben over radicalisering bij linkse jongeren. Ik vind over het algemeen vind ik dat proces van radicalisering ontzettend interessant. Voornamelijk nu met technologie, met de media. Hoe snel je als het ware in zo'n algoritme en een bubbel kan vallen, dat kan volgen. Zowel bij links als bij rechts als eigenlijk in de meeste dingen kan je tegenwoordig gewoon radicaliseren. Maar goed. Mocht je daar boeken over hebben of artikelen, laat het me vooral weten, want dat vind ik super interessant. Om daarbij nog een klein stuk, een fragment ook voor te lezen. Dat ik een ontzettend mooi of typerend fragment vond. Dat was het fragment op het einde van 17. Dus hij heeft zichzelf opgehangen, hij heeft een tekst opgeschreven althans, en hij heeft zichzelf nu opgehangen. En dan zijn het de laatste gedachten die door zijn hoofd heen gaan en die hij uitschreeuwt. En het start met lang leven zijn de majesteit de keizer. 7 levens lang in dienst van het land. Mijn brandende ogen zien de letters niet meer. Ze zien de goudgele keizer. Die zich gigantisch als het hoofdkwartier van de VN aftekent aan de donkere hemel. In een bulderende vlucht met straalaandrijving. Ik drijf in het vruchtwater dat oprijst als een tij in dat gigantische binnenste. Duister als het heelal. Ik zal de vorm aannemen van een virus. Mijn ogen vullen zich met tranen van geluk en genot. En het fonkelende beeld van de goudgele keizer is er een miljoen keer in weerspiegeld. 8:05. 10 minuten lang ben ik volmaakt. Als uitverkorende tiener met de ware rechtse ziel. Mijn rechtse burcht. Mijn rechtse tempel. Zijne majesteit de keizer. Mijn keizer. Mijn keizer. Mijn keizer. En dat gaat gepaard met de beschrijving van een bepaald orgasme dat hij dan uiteindelijk heeft bij
deze laatste einding van zijn leven, dat hij als het ware alles overgeeft aan het rechts zijn, het de keizer volgen. En hierin moet ik heel eerlijk toegeven, en dat vond ik wel een beetje lastig. Kijk, het is een hele interessante beschrijving. Ik vind het een heel interessant boek. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik voornamelijk dan het fragment waar wij het al over hadden, dus dat je echt letterlijk het boek neer kan leggen bij de video kan volgen en het fragment kan lezen in het boek, en de precieze details hoe dan deze socialistische leider wordt neergestoken. Daarbij moet ik wel zeggen, en dat zeg ik op een hele neutrale wijze, maar Kenzaburo U is nogal, is binnen de politiek van Japan nogal links gearrangeerd. Hij heeft een aantal protesten meegedaan, verzet zich tegen een aantal verschillende, tegen bijvoorbeeld het nationalisme in Japan. Daarom is het boek ook uiteindelijk uitgegeven, in de zin dat het boek, toen hij het uitgaf, en juist door deze nadruk op seksuele frustratie, kwamen er zoveel bedreigingen aan zijn adres. Er kwamen zoveel, en bij een andere schrijver is deze bedreiging ook doorgezet. Maar er kwamen zoveel bedreigingen van rechts aan zijn deur. Juist om hoe hij die link legt tussen rechtsradicalisering en dan de seksuele frustratie. Er kwamen zoveel bedreigingen aan zijn deur dat hij het boek eigenlijk niet kon uitgeven. En dat heeft 60 jaar lang geduurd. En nu heeft hij het boek dan heruitgegeven doordat er toen de tijd nationalistische praktijken weer opkwamen in Japan. En daar ook in Japan bijvoorbeeld sprake was van, wat wij dan in Amerika zien en in Europa met de incels. Dus hebben ze dezelfde problemen in Japan met jonge mannen die op het internet nogal vrouwhatelijk zich opstellen. En verschillende nationalistische praktijken. Goed. Dit zorgt ervoor dat hij het opnieuw heeft uitgebracht. Maar daarbij, ik vind persoonlijk dat het is geen neutraal geschreven boek. Ik weet niet of je dat moet willen. Ik vond het alsnog een zeer interessant geschreven boek. Maar ik kan op zich wel begrijpen waarom iemand die iets meer rechts arrangeert dit zou lezen en nogal gefrustreerd zou zijn met de beschrijving die gegeven wordt. Dus daarin houd het wel in je achterhoofd. Het is niet alsof het een zeer objectief, alsof het een soort van documentatie is van de rechtse radicalisering. Het is rechtse radicalisering beschreven door een nogal links standpunt. Dat is oké. En het is boeiend. En ik heb er zeer van genoten. Ik vond het een oprecht heel interessant boek. En ik hoop nu ook het andere boek aan te tikken. Maar eerst nog een aantal details. Dat was ook belangrijk. Ik had de vorige video had ik verteld dat ik Paradise Lost wilde lezen. Dat heb ik op dit moment opgegeven. Het was iets te veel van het goede. Nogal moeilijk Engels. Ik had het boek in het Engels. Het was nogal pittig. Ik kwam niet zo makkelijk doorheen. En er waren nog een aantal andere boeken die ik eigenlijk af wilde tikken. Want ik heb een aantal Russische klassiekers die ik heel graag af wil tikken. Dus ik heb bijvoorbeeld Oblomov, hebben we natuurlijk al behandeld. En nog een aantal andere. Maar ik wil heel graag Dode Zielen eigenlijk meedelen hier. Dode Zielen heb ik nu bijna uit. Die komt volgende week. Ik heb De Idioot nog van Dostoevsky liggen. Die wil ik heel graag meedelen. Ik heb De Ondergrondse Notities. Ik heb nog de kleinere verhalen van Dostoevsky. Dus De Witte Nacht. De verhalen van De Oom. En nog een aantal andere kleine verhalen. Ik heb ook nog Anna Karenina hier liggen. En Oorlog en Vrede. En dat zijn eigenlijk nog een aantal boeken die ik nog af wil tikken. Dus ik denk dat ik vanaf nu me voornamelijk op romans zal focussen van de Russische kant. En wellicht af en toe nog een non-fictieboek of een boek tussendoor. Maar dan weten jullie dat. Er zullen nu een aantal Russische romans aankomen. Met wellicht nog een non-fictieboekje of een ander boekje even tussendoor. Dat. En Paradise Lost, mochten jullie advies hebben hoe ik het boek doorkom, deel het alsjeblieft met me. Want het was nu wel iets te veel van het goede. Goed. Mochten jullie bekend zijn met het boek, laat me dan weten wat ik al ga doorgeven. Kennen jullie artikelen of andere stukken die interessant zijn voor het boek? Laat me dan ook weten. Ook met de radicalisering in het achterhoofd. Dat vind ik alleen maar boeiend. En ik heb trouwens ook een website nu tegenwoordig. Dus kijk daarop als je dat wil. Ongeduld.com. Staat ook in de noem je dat, bio. En ik zie jullie volgende week met Dode Zielen. Dankjewel.